Hoi, ik ben Arthur Krijgsman, meester Arthur, en in deze kennisclip ga ik je wat meer vertellen over de meter. Mijn eigen kinderen gaan mij hierbij helpen. De film die ik hiervoor gebruik is al in 2014 opgenomen, dus de beelden zijn al wat ouder, maar te leuk om niet te gebruiken. Ik ga je eerst vertellen wat de meter is, daarna ga ik je vertellen wat de millimeter, de centimeter, de decimeter, de meter, de decameter, de hectometer en de kilometer inhouden. En vervolgens ga ik je nog wat vertellen over hoe je daarmee kan rekenen. Als laatste in deze video ga ik je wat uitleg geven over hoe je het zelf kan spelen met de meter. Zoals gezegd start ik deze film met wat is meter? De meter is een eenheid die we met elkaar hebben afgesproken om afstanden, om lengtes te berekenen en te benoemen. En ja, het is natuurlijk heel onhandig als de ene persoon dit ziet als een meter en de andere persoon dit ziet als een meter. Dus het is handig als je daar met elkaar afspraken over maakt. Wij in Europa gebruiken de meter als die standaard, zodat we allemaal weten over welke lengtes we het hebben en over welke grootte we praten. Als je nou meer wil weten waarom dat bijvoorbeeld verschilt in Amerika en in Europa, dan verwijs ik je graag naar dit filmpje hierboven, naar mijn collega's van Wiswereld, want die kunnen dat perfect uitleggen. Ik zie het vaak fout gaan als mensen niet duidelijk in hun hoofd hebben, qua beeld, wat nou bijvoorbeeld een decimeter is, of wat een meter is qua lengte, of wat een kilometer is qua lengte. Als je dat niet goed in beeld hebt, dan maak je fouten bij het rekenen met deze meter. Daarom ga ik beginnen met de eenheden van de meter. En ik begin met de allerkleinste, dat is de millimeter. Een millimeter. Dat is ongeveer zo'n stukje. Ongeveer zo'n stukje. Dankjewel, Timon. De millimeter is dus een heel klein stukje. Als je er een rolmaat bij zou pakken, of een liniaal, is dat de ruimte tussen de twee streepjes die het kleinste is. Je kan het vergelijken met de spijker, zoals op dit plaatje. Zo dun als een spijker, dat is een millimeter. In dit plaatje zie je ook dat 1000 millimeter, dus je hebt 1000 van die kleine streepjes nodig, is hetzelfde als 1 meter. En dan krijgen we de centimeter. Een centimeter, hoeveel is dat? Zoiets. Ja, zoiets denk ik, ja. Of ja. Papa's vinger ongeveer. Mijn vinger ongeveer. 1 centimeter. De centimeter is dus eigenlijk zo groot als de breedte van mijn vinger. Ook weer op de liniaal kan je een centimeter vaak zien aan de getallen die erop staan. Als ik hier bijvoorbeeld 15 zie, is dat 15 centimeter. Tussen de 15 en de 16 zit dus 1 centimeter. 100 centimeter, dus als je er 100 hebt, dan heb je 1 meter. En dan gaan we door naar de decimeter. Dit is ongeveer 1 decimeter. Wat is ongeveer 1 decimeter, Melvin? Laat eens zien met je handen. Van hier naar hier is ongeveer 10 centimeter. Dat is 1 decimeter. Timon, weet je nou wat een decimeter is? Ja, iets zoiets. Ja, ongeveer, hè? 10 centimeter. Nou, dat dus. Een decimeter kan je vergelijken met bijvoorbeeld deze lengte. En je ziet het ook weer op de liniaal. Een 10 en een 20 staan hier. Dat is precies 10 centimeter. Dat is 1 decimeter. Zoals hieronder staat, als je 10 decimeter hebt, is het weer gelijk aan 1 meter. En dan krijgen we de meter. Timon, wat is ongeveer een meter? Dit. Dat is een beetje een grote meter, denk ik. Ja, nee, dit zijn ongeveer een meter. Zou ongeveer kunnen. Ik heb een keer met een meetlof ongeveer dit gemeten. Ongeveer 1 meter, zo 1 stap. Nee, Eén stap zo'n is stap. Ja, voor jou is het een grotere stap, klopt. Zo'n stap is ongeveer een meter. Ja. Ja, precies. De meter is dus ongeveer 1 grote flinke stap. Kinderen van ongeveer 3 à 4 jaar zijn 1 meter. En je kan natuurlijk ook op de liniaal, op de rolmaat weer zien waar de meter zit. En dat is 100 centimeter. Zo staat hij er hier op. 100 centimeter. Maar je hebt natuurlijk ook linealen die precies een meter zijn. Bijvoorbeeld bij het bord zie je die vaak in de klas. En heb je dit door? De lengte van de eenheden, zoals ik ze vertel, wordt steeds groter. En dan gaan we naar de decameter. De decameter, vind ik, lijkt een beetje
op de decimeter, in elk geval qua taal. Maar de decimeter is kleiner dan een meter. En de decameter is groter dan een meter. Krijgen we naar de meter? De decameter. Een decameter is 10 meter. Oh ja! 10 meter. Dan gaan we even kijken hoor. 10 meter. Zullen we 10 meter lopen? Ja. 10 stappen ongeveer. Hé, hey, kom eens met de telefoon. Beginnen we hier? Nee, wacht. Waar is die telefoon? Hier is daar mijn telefoon. Daar hebben we een programmaatje op dat je precies weet hoeveel we meten. Ja, dat is waar. Even de code niet weten. Niet de code zeggen, hè? 1111. Reset? Reset? Oh, doe maar. Reset. Ja. 10 meter. 3. Oh, ja. Dit is hem. Oh, ik val bijna van de glijbaan. 10 meter. Van daar. Tot daar. Het begin van het zwarte tot aan de glijbaan is ongeveer 10 meter. Ja. En het zwarte mooie. En dat is 1 decameter. De decameter is dus bijvoorbeeld een huis van 3 verdiepingen. Of een grote vrachtauto. Die kan ook zo'n 10 meter zijn. Als je 10 stappen loopt, heb je dus 10 meter gelopen. Heb je 1 decameter. Dus 1 decameter is 10 meter. En dan gaan we naar de hectometer. Dat is 100 meter. 100 meter, hè? Zullen we daar beginnen, bij de prullenbak of zo? Ja, ik doe even zo'n reset. Ja, goed. Maar als je hierin gaat lopen, moet je hier weer resetten. Ja, reset. En dan gaan we 100 meter. 1 hectometer. Iedereen hier zal wel denken dat we gek zijn. En dat zijn we ook. Als je dit versneld afspeelt, hoor je me toch niet. Ben je er bijna? Oh, hij is 101, maar... 101! Ongeveer hier was het. Ik ging net iets te ver naar voren. Vandaar helemaal het plein rond. Tot aan hier. Om misselijk van te worden. Dit is ongeveer 100 meter dan. Perfect. Een hectometer dus. 1 hectometer. De hectometer is dus 100 meter. En een voetbalveld is gemiddeld, als je de regels van de KNVB erop naleest, zo ongeveer 100 meter. Dus dat kan je dan in je hoofd houden. Ongeveer 100 meter is een voetbalveld. Wat bijvoorbeeld ook 100 meter is, is een hectometerpaal. En de afstand tot de volgende hectometerpaal, het heet ook hectometerpaal, hoor je hem, dat is ook 100 meter. Dus op die manier kan je in je hoofd zien, hé, dat is 100 meter. En dan hebben we er nog één, namelijk de kilometer. En wat is 1 kilometer, weet je dat? 1000 meter. 1000 meter, heel goed. Dan ga ik naar mijn tas en dan gaan we 1 kilometer lopen. Lopen! En 1 kilometer lopen? Waarom? Omdat dat leuk is. Ik laat de kinderen zien en alle mensen die het filmpje gaan bekijken wat een kilometer is. Vanaf hier maar tot een kilometer. Maar dit neem je op, hè, papa? Ja, ik neem dit allemaal op. We zijn nu 7 minuten aan het opnemen. 8 minuten, maar dat knip ik natuurlijk allemaal weer eruit. Ik ga maar slapen. Oh, wat rustig. Oké. Zullen we resetten? Wat gaan we lopen? Op hoe lang? 1 kilometer. 1 kilometer, vanaf hier. Richting Merwestein, hè? Ja, we kunnen beginnen. Linksaf. Deze kant op. Oké. Nog niet eens op de helft. Nee. Ik denk dat ik nog wel een half uur ga filmen. Kan ik het wat beter lezen zo'n keer? Oh ja, dat is ook pedagogisch verantwoord, heet dat. Barnse Vesten. Oké, dankjewel. Je probeert te kietelen dat die camera heen en weer is. Nee.
nee, nee. Nee, 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 nee. Niet doen, wel weer. Ik wil die kilometer erop hebben. We gaan verder. We gaan verder met... Hoe ver, Thijs, hoe ver zijn we? Al 500? Yes, we zijn op de helft. Net 500. Hi. Oh, dit vind ik ook heel leuk, dat ik zo'n rondje loop om jullie. En dan loop je natuurlijk weer door. Dan kun je niet doorlopen. Dit wordt echt een filmpje. Als de mensen dat zien, dan gaan ze spugen, denk ik. Hey. Ik heb al... Het begint te regenen. Kom, even doorlopen. Nee, kom dan. Ja? Ja, heel leuk. Ja, dezelfde is het Timons inderdaad. Ja. Om te Timons. En dat dit ook. Oké, okay, jongens, nu gaan we... Bij mij. Nu wil ik even dat jullie serieus zijn. Doe ik het ook. Proberen. 1, 2, 3. Proberen serieus te zijn. Kom op, jongens. Even serieus nou. Hup. Even serieus. Ik zeg toch serieus zijn, of niet? En, gaan we het redden? Gaan we het redden? Ik denk het net. Oh, ja, 1 kilometer. Hallo, 1 kilometer. Hij doet het niet, mag ik hem even? 1 kilometer. We zijn er, dit is een finish momentje. Een finish momentje. Jongens, ik heb hier even zwaaien of zo. Van nou, dit is hem. Even een serieus gezicht alsjeblieft. En de kilometer is dus 1000 meter. Ik hoop dat je in dit filmpje hebt gezien dat 1000 meter toch best wel een end is. En dat je daar even over doet voordat je dat helemaal gelopen hebt. Er zijn natuurlijk nog veel meer eenheden. Maar dit zijn de meest gangbare. Hè, die je in elk geval op de basisschool leert. En waar je ook in de rest van je leven echt wel iets aan hebt als je daar een goed beeld van hebt. Maar hoe kan je er nou mee rekenen? Nou, daar heb ik een poster voor gemaakt. Deze zal je herkennen. Vanuit veel methodes wordt het ook vaak zo gebruikt. Alleen, ik wil het toch eventjes uitleggen. Ik heb de plaatjes heb ik er nu even boven gezet die ik je net heb laten zien. Stel dat de overheid tegen jou zegt, je moet 1,5 meter afstand houden. En de school zegt dan, die stelt de vraag aan jou, hoeveel kilometer is dat? Dan moet je dus gaan tellen, dan moet je de stappen gaan tellen. Dan kan je van meter naar kilometer... Hier staat ook bij elke stap verplaatst de komma 1 stap naar links. En dat is wat ik even ga laten zien wat ik daarmee bedoel. Je hebt hier de meter, dan doe je 1, 2, 3 stappen. Dus je hebt 1,5 meter, zoals ik hier heb opgeschreven. En de komma ga je dan 3 stappen naar links verplaatsen. Maar daar zit helemaal niks. Je ziet het, voor de 1 zit niks. Maar je mag daar gewoon nullen neerzetten. Dus ik ga er nu een aantal nullen neerzetten. Nu staan er een heleboel nullen. Waarschijnlijk zijn dat er te veel. En dan ga ik de komma 3 plaatsen naar links verschuiven. Dus hij staat nu hier. En dan verschuif ik hem naar die kant toe. Ik zal dat nu even gaan doen. Ik haal hem weg. Verschuif hem 1, 2, 3 plekken naar die kant toe. En nu heb ik het juiste antwoord in kilometers. En die voorste nul, die kan ik dus weghalen, want dat is natuurlijk een beetje gek, 2 nullen. 1 nul is voldoende. En op die manier kan je dan zelf gewoon de komma verplaatsen. Als je zoveel kilometer hebt en ze willen het bijvoorbeeld in millimeter hebben, nou, kunnen we ook gaan berekenen, geen probleem. Dus 0,0015 kilometer. Hoeveel stappen om naar millimeter te gaan? Dan moeten we naar rechts. En hier staat, bij elke stap verplaatst de komma 1 stap naar rechts. Dus kilometer naar hectometer is 1 stap. Dus 1, 2, 3, 4, 5, 6 plaatsen verplaatst de komma naar rechts. Je ziet het, ik heb veel meer getallen nodig dan dat nu op mijn whiteboard staat. Dus zet ik er een paar nullen achter. Dat mag ik nu eventjes doen. Zodat je die komma 6 plaatsen kan verplaatsen. Ik ga het nu doen. Ik haal de komma weg. En ik 1, 2, 3, 4, 5, 6
De komma komt nu op deze plek. En dat zou het aantal millimeters moeten zijn. Maar nu ziet het er een beetje gek uit, vind ik. Die nullen aan de voor, die ervoor staan, die kunnen natuurlijk weg. Maar de nullen die achter deze 1500 staan, mogen ook weg. Want die voegen niks toe. Als er nou 1500,1 of 2 zou staan, dan moet ik het laten staan. Maar nu staat er 0,00. 1,00 is gewoon 1. Dus 1500,00 is gewoon 1500. Dus die haal ik weg. En zoveel... Ja, oh, moet ik het wel goed laten zien. Dus zoveel millimeter is 1,5 meter. Op die manier hoop ik dat ik je die onderste, dat trucje, even heb kunnen laten zien. Wat je dan doet met die komma verplaatsen is eigenlijk, als je van meter naar kilometer gaat, dus linksom, doe je iedere keer gedeeld door 10. Elke stap is gedeeld door 10, zoals het hier ook staat op de poster. Als je van kilometer naar meter gaat of van meter naar millimeter, ga je rechtsom, dan doe je bij iedere stap doe je keer 10. Daarom zet je dan de komma eentje naar rechts. Ik hoop dat je met deze truc makkelijker kan rekenen. En het gaat er dus eigenlijk om dat als jij berekent dat 1,5 meter hetzelfde is als 1500 kilometer, dat er iets niet klopt. Want 1500 kilometer, dan zit je in Italië. Vanaf hier ben je in Italië. Dat kan dus nooit de afstand zijn die de overheid bepaalt die jij afstand moet houden met de ander. Dat gaat niet. Dat is te veel. Er zijn te veel mensen op de wereld. Maar als je zo'n klein stukje zou berekenen op 1,5 meter, dat het zoveel zo'n lengte is, dan is het ook gek. Want het gaat er juist om dat we afstand houden. En dit is natuurlijk maar een heel klein beetje afstand. Dus zorg ervoor dat je altijd bedenkt, goh, ik bereken nu dat een huis 1 kilometer is. Nou, er is toevallig 1 gebouw op de wereld die 1 kilometer lang is, maar de meeste gebouwen zijn niet zo groot. En daar gaat het dus om, dat je die eenheden dus een beetje in je hoofd ziet. Het is natuurlijk het leukst om met meters gewoon lekker te spelen. Wat je zou kunnen doen is een rolmaat pakken en gewoon allemaal dingen op gaan meten. Goh, hoe groot is eigenlijk mijn hoofd? Hoe groot is mijn hand? Hoe groot is de lengte van de deur? Hoe groot is... Nou, whatever. En het is natuurlijk nog leuker als je er een soort quiz van maakt. En als je allerlei vragen gaat stellen aan elkaar. Van, joh, hoe lang denk je dat dit en dat is? Of dat je met een groepje bepaalde dingen gaat opmeten. Hoe groot is het schoolplein bijvoorbeeld? Hoe lang? Of hoe breed? Dat soort dingen zijn leuk om te doen. En hoe kan je dat dan berekenen bijvoorbeeld met een stok? Maak je een stok van precies 1 meter en dan ga je het aantal meters berekenen van de stoep voor je huis. Of van, als het een keer regent, bepaalde dingen in school of in huis. Net wat je leuk vindt. Je kan er verschillende spelletjes mee bedenken en doen. Op internet staat natuurlijk ontzettend veel. Als je gaat zoeken van oefenen met meetkunde, oefenen met meter, dan vind je een heleboel leuke opdrachten en leuke oefeningen die je kan doen. Zelf gebruik ik vaak een rekenboekje met allerlei opdrachtjes die je kan doen. Gewoon in de boekenhandel kan je die vinden. Of via bol.com. Een aantal voorbeelden zal ik hieronder in de beschrijving vermelden. Zodat je lekker zelf aan de slag kan. En dan hoop ik dat je wat aan dit filmpje hebt. Vond je hem leuk? Geef hem dan een like. Abonneer op mijn kanaal als je meer van dit soort filmpjes wil zien. En dan is het alweer einde van deze vlog. Tot de volgende vlog. Doei doei. En ik zit hier alles op te nemen, hè? We zijn 1 kilometer aan het opnemen gewoon. Oh, papa, pak ze aan. Oh ja, dank u. Ik dacht dat je het liet zien aan de camera. Welke stukjes knip je eruit? Je pakt deze ook even aan. Oh, jongens, is het zoveel werk een koekje eruit halen? Ja, omdat ik Melvin's zakje zoek. Ah, hij heeft een heel zakje. Aha. Wil je een heel zakje, Melvin? Ja. Oké. Okay. Ik ga lekker zitten. Zo, dan nee, we gaan 1 kilometer lopen. Oh, nee. Zucht. Huh? Ja, die mag ik weer terug. Dank u.
Nou, dat zal wel heel leuk zijn als ik dit allemaal op YouTube zet.